Protest tegen kap van 200 bomen in Park Brakkestein. Steeds minder scholen geven geschiedenisles in klassieke vorm. En kapotte apparatuur krijgt een tweede leven. De gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit willen in Park Brakkestein ruim 200 bomen kappen. Dit omwille van de allure van het park en om de oorspronkelijke lanenstructuur te herstellen. De Partij voor de Dieren noemt de plannen onnodig en onverantwoord. Vrijdagmiddag organiseerden zij dan ook een protestactie om deze plannen tegen te gaan. Oké, lieve mensen. Ja. Welkom allemaal. Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Wij gaan actie voeren tegen de onnodige bomenkap hier in Park Brakkestein. Het college heeft een vergunning aangevraagd voor de kap van meer dan 200 bomen. En daarvan zijn zeker 67 gezond. En wij vragen ons af, waarom is dat nodig? Dat hoeft helemaal niet. In tijden van een klimaatnoodtoestand, een biodiversiteitsnoodtoestand, moet je dat gewoon niet willen. Dan moet je gewoon gezonde bomen laten staan. De bomenkap is nog niet definitief. De actiegroep hoopt nog invloed te kunnen uitoefenen. Het is nog niet in de raad. Er zijn wel raadsvragen gesteld door onze collega's van GroenLinks. En het antwoord daarop stemt ons allerminst gerust. We denken dat als we niks doen, dat er dan gewoon gekapt gaat worden. En de buurt heeft een prachtige petitie opgezet. We hopen ook dat heel veel mensen die willen ondertekenen. Op dit moment is die petitie al meer dan 3000 keer ondertekend. En dat geeft hoop dat er hopelijk ook geluisterd wordt door het college naar de inwoners van Brakkestein en alle omliggende wijken. De actie heet Geef bomen een stem. We proberen de bomen een stem te geven door linten om de bomen te doen. In ieder geval om een heel deel van de bomen. En om aandacht te vragen voor deze bomenkap. Want ze zijn ontzettend belangrijk voor CO2-opslag, voor het klimaat, voor biodiversiteit, voor koelte in hete zomers die we steeds meer gaan krijgen. Dus ja, ze nemen water op, ze bufferen water. Waarom zou je ze kappen? Laat ze alsjeblieft staan. Heel erg belangrijk voor toekomstige generaties. Ondanks dat de jeugd van tegenwoordig steeds minder kennis lijkt te hebben van onze geschiedenis, wordt het vak op scholen steeds minder vaak in de klassieke vorm gegeven. Docenten van de opleiding tot leraar geschiedenis vinden het juist een goede zaak dat dit vak tegenwoordig gecombineerd wordt met burgerschap en maatschappijleer. De klassieke vorm met rijtjes, gebeurtenissen en jaartallen is volgens hen vrij achterhaald. De laatste weken werd de positie van het vak geschiedenis binnen het voortgezet onderwijs veel besproken. Een aantal docenten zijn van mening dat het vak langzaam naar de achtergrond verdwijnt, omdat geschiedenis bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt behandeld bij vakken als burgerschap of maatschappijleer. Docent van de HBO-opleiding Leraar Geschiedenis vindt de samenhang van vakken juist positief. Connectie met de andere vakken eigenlijk noodzakelijk is om geschiedenis te behouden. En ik vind het ook te makkelijk om te zeggen als een historicus, om te zeggen ja, geschiedenis is het belangrijkste vak, dat moet gebeuren. De geografen zullen hetzelfde zeggen, de mensen van maatschappijleer of de sociale wetenschappen, die hebben ook een net zo belangrijk punt. En ik denk dat juist de mix van die dingen, die laat aan leerlingen zien hoe onze wereld in elkaar zit. Meer dan 60% van de Nederlandse scholieren zit in het VMBO. Een klein aantal daarvan heeft het vak geschiedenis als eindexamenvak. Daar is veel kritiek op, omdat de zorgen bestaan dat de jeugd van tegenwoordig te weinig op de hoogte is van onze geschiedenis. Voor de studenten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betekent het dat ze moeten leren om hun lesstof zo goed mogelijk af te stemmen op de scholieren. Nou, de uitspraak de jeugd van tegenwoordig is al uit de oude Griekse tijd. Dus er is altijd een oudere generatie die kritiek heeft op de nieuwe generatie dat ze te weinig weten. Dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat men tegenwoordig niks meer weet. Als je weet dat iedereen in de bovenbouw nog een keer geschiedenis krijgt, of nog een aantal jaar geschiedenis krijgt, dan ga je de onderbouw ook anders inrichten. Als je weet in HAVO-VWO dat de helft al die tijdvakken nog een keer gaan krijgen, dan leg je een grove kapstok aan en dan weet je dat daarna nog meer details volgen. En ook qua historisch redeneren probeer je een aanzet te geven en je weet dat er nog een vervolg komt. Bij het VMBO weten we nu dat er geen vervolg komt. Dus elke les die je geeft in twee VMBO na twee VMBO, houdt het op. Krijgen ze wellicht nooit meer geschiedenis of mensenmaatschappij. Dus dan heb je een hele andere inhoud. Op het Montessori College in Nijmegen geven ze op het VMBO het vak talent en oriëntatie. Als ze binnenkomen in klas 1, dan krijgen ze 3 uur in de week talent en oriëntatie.
En dat is een combinatie tussen geschiedenis, aardrijkskunde en economie. En sinds 10 jaar is het dus een gecombineerd vak. Vind ik zelf beter, omdat ja, je moet leerlingen laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. En veel aardrijkskundige of economische onderwerpen, die hebben ook met geschiedenis te maken. Noem maar wat, de beurskrak van 1929 heeft historisch heel veel teweeg gebracht. Dus economie, gecombineerd met geschiedenis. Dus om te laten zien dat alles in de wereld om en heen met elkaar te maken heeft, vind ik het beter dat het in het VMBO op deze manier wordt aangeboden. We gaan nog zien welke positie het vak geschiedenis in het onderwijs krijgt. Begin 2023 wordt bepaald of het proces van het herziene onderwijscurriculum op koers ligt. Dan worden de kerndoelen voor de onderbouw van andere leergebieden bijgesteld. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws zie je hoe apparatuur een tweede leven krijgt dankzij vrijwilligers. Het college van BMW in Overbetuwe heeft deze week besloten om extra verkeersmaatregelen te nemen op de route vanuit het Westeraam naar de tijdelijke schoollocatie aan de Mozartstraat. Deze maatregelen zijn onder andere extra markeringen, borden en drempels om zo de verkeerssituatie voor de fietsers nog veiliger te maken. Hierover is de afgelopen tijd volop gesproken met alle betrokken partijen, zoals de scholen, het wijkplatform en de Fietsersbond. De provincie Gelderland moet opnieuw bekijken of een subsidie van 7 miljoen euro aan het Radboud UMC wel volgens de regels is gegaan. Dat heeft de rechter bepaald. De subsidie werd jaren geleden aan het Radboud UMC gegeven en was bedoeld voor een machine, een deeltjesversneller, om wetenschappelijk onderzoek te doen. Ook zouden andere bedrijven tegen betaling gebruik mogen maken van deze machine. Maar het Radboud ging met die machine zelf medicijnen produceren en schond daarmee mogelijke subsidievoorwaarden. Een concurrent van het Radboud spande de zaak aan. Spullen weggooien omdat ze kapot zijn, doen we veel te veel. De afvalberg groeit veel te hard, de omloopsnelheid van spullen is kort en niet duurzaam. Repairscafés zijn hier een antwoord op. Alleen in Nijmegen zijn er al 7. Hier kunnen kapotte spullen naartoe worden gebracht en deze worden dan door vrijwilligers gerepareerd. Ja, we zijn het eigenlijk gaan doen omdat er heel veel behoefte aan is om spullen te hergebruiken. In het kader van de duurzaamheid natuurlijk. En er zijn heel veel tweedehandswinkels en er zijn ook een hele hoop repaircafés inmiddels al in, eigenlijk in heel Nederland. Wat brengen de mensen zoal in? Heel divers. Van broodroosters, koffiezetapparaten, melkopschuimers, platenspelers, een klokje, alles. Ook stofzuigers worden regelmatig ingebracht. De vrijwilligers kijken dan wat het probleem is en of deze nog te repareren is. Dit was eigenlijk niet zoveel. Een kwestie van een slecht contactje, even schoonspuiten. Waarschijnlijk gewoon een stukje stof of wat dan ook geweest. En hij doet het wel dus. Fluitje van de cent. Ja. Wat deze gekost heeft? 98 euro. Nou ja, goed, hij is 5 jaar oud. Maar het is altijd te proberen om het te maken. Nou, Martin heeft hem dus gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. En doe je vrijwillige bijdrage in de pot. En dan kunnen we verder. Het is hier super gezellig altijd. Dus, het loopt aardig. De vrijwilligers hebben verschillende vaardigheden. Er zijn wat mensen die wat meer behendig zijn met het grovere spul. Hè? Een boormachine, een slijptol, een stofzuiger. Je hebt mensen die zijn heel handig in juist hele fijne gebeuren. Hè? Dus hele kleine printplaatjes of dat soort dingen. Ja, eigenlijk was het een beetje afwachten waar de mensen zelf ook mee kwamen. En aan de hand daarvan maken wij dan de indeling wie wat gaat doen als er iets aangeboden wordt. Mensen moeten zich wel vooraf melden dan? Nee, ze hoeven zich niet van tevoren te melden. We maken wat reclame via de social media en via de kranten. We zeggen wel altijd van bel van tevoren even als je iets wilt weten. Want bijvoorbeeld tv's repareren we bijvoorbeeld niet, fietsen repareren we niet. Er zijn eigenlijk geen kosten aan verbonden. We vragen altijd een vrijwillige bijdrage. En dat mag een euro zijn, dat mag 50 cent zijn. Sommige mensen zijn heel blij dat iets gemaakt wordt, die geven 10 euro. Als je kijkt hoe blij mensen zijn als ze met iets naar huis gaan. Meestal gerepareerd, soms niet, maar wel de tip waarom het niet is gerepareerd of waar ze anders terecht kunnen. En het wordt niet weggegooid. En dat is natuurlijk het doel van heel deze club. En de mensen zijn ook blij dat ze met elkaar een leuke ochtend hebben en nuttig zijn. En als sport, NEC gaat weer een drukke week tegemoet met woensdag een bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Maar eerst mag de ploeg van trainer Rogier Meijer richting Deventer voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daar moeten punten gepakt worden voor de strijd om plek 8.
Thuis in de Goffert was het een spectaculaire wedstrijd en werd het op het nippertje gelijk. Wordt het nu weer zo'n spektakel? 3-3 was het. Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat de ploegen niet veel uit elkaar liggen. En ik vind Go Ahead fysiek sterk. Echt een elftal, een team waar ook wel een duidelijke manier van spelen is. Aan ons dan weer de taak om te kijken of we dat kunnen doorbreken. En je weet als je uit bij Go Ahead speelt, met het publiek, met dat stadion. Ja, dat wordt wel een pittig potje, maar dat zijn ook de mooie wedstrijden. En ja, ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt, dat denk ik wel. Iemand wie weer terug is, tenminste weer mag spelen, is Tanane. Is dat een speler die je eigenlijk gelijk al op je briefje neerzet voor de opstelling? Ja. Ja, zo denk ik er wel over, ja. Ik heb daar niet zoveel twijfel over. Als hij fit is en niet geschorst, dan speelt hij, ja. Pedro Marques maakt weer een belangrijk doelpunt. Is dat iets voor jou dat je nu moet nadenken van oké, wie zet ik in de spits? Nee, zover is het bij mij nog niet gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat Nani uitstekend speelt in zijn rol. Ja, dan kijken we nog even naar Jordi Bruijn. Die is natuurlijk deze week aangesloten. Hoe is dat gegaan? Ja, goed. Ziet er goed uit. Fit en fris. Hè. Hij is natuurlijk lang niet gespeeld, dus nee. Dat brengt altijd weer een nieuwe energie met zich mee. Wat dat betreft fijn dat hij erbij is, want het geeft ons een extra optie op meerdere posities. Hij zit bij de wedstrijdselectie? Die is erbij. Ja. Hoe is het met de rest van de Metsen? Nou, die zit er nog niet bij, maar dat is ook volgende week is natuurlijk een korte week met al die wedstrijden. Maar die heeft vandaag al heel veel gedaan, dus dat verwacht ik ook op korte termijn dat hij erbij is. Metsen is dus afwezig en ook Philip Sender is nog een vraagteken voor zondag. Hij heeft griep gehad deze week en voor hem zal dan Joris Kramer gaan spelen. Ja, achter mij zie je een mooie foto van blauwe luchten en zonneschijn. Iets wat we de afgelopen week maar weinig hebben gezien. Toch gaat dit gelukkig veranderen dit weekend. Alleen morgen moeten we nog even zonder zonneschijn doen. Na wat regen in de nacht zal de zaterdag ook weer bewolkt gaan starten. In de loop van de dag krijgen we te maken met buien en wordt het een graad of 8 morgen. Ook in de nacht naar zondag hebben we nog kans op regen. Daarna wordt het gelukkig beter. Een enkele bui is op zondag nog niet uitgesloten, maar we zullen ook op grote schaal de zon te zien krijgen. Dat beeld zet zich in de nieuwe week voort en de kans op regen wordt dan ook steeds kleiner. Wel wordt het hierdoor iets frisser. En later in de week krijgen we dan ook weer te maken met nachtvorst. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook natuurlijk op Facebook, Twitter en Instagram. En nu op RN7 kun je weer naar een nieuwe NEC update kijken met de voorbeschouwing op de Go Ahead Eagles. En wij zijn er morgen weer met het weekoverzicht. Graag tot dan en een fijn weekend.